3-0 overwinning vandaag op AFC. Dat moet je goed doen. Ja, dat zeker. Eerst hadden we wel een beetje lastig met hoe hun speelden, zeg maar. Hun wachten zich een beetje af en hun zakte veel in. Het was een beetje moeilijk voor ons hoe we doorheen kwamen. We gaven niet echt veel weg. Maar we creëerden niet echt veel kansen. En ja, dat is toch wel een spel dat we voetballend er doorheen willen komen. Dat was eerst wel een beetje lastig. De tweede helft hebben we het wel goed beter gedaan. We creëerden wel een beetje de vrije man, waren voorin vast. Dat was ook wel een punt in de eerste helft. Dat hebben we de tweede helft weer beter gedaan. En gelukkig viel het snel naar rust. En toen kunnen we vrijuit voetballen. En dan moeten we toch een beetje eruit. Waardoor wij wat meer de ruimte krijgen. En dan zijn we op ons best eigenlijk. Ja, want je gaat eigenlijk een eerste helft in die eigenlijk best wel redelijk zwak is. Hoe verbeter je dat in de tweede helft eigenlijk? Ja, dat is net wat ik zei. Van, ja, we stonden denk ik iets anders. Hun deden misschien ook wel iets anders. Wij, zoals met de opbouw van achteruit, was het wel in het begin lastig. We deden misschien wel wat beter, waardoor we de vrije man op midden wel vrij kregen. Zeg maar. En dat was denk ik wel wat betere. Ja, want wat zegt Adrie Boldewaard bijvoorbeeld in de rust tegen jullie? Ja, die had het over dat we normaal natuurlijk voetballende ploeg zijn, dat we het niet echt eruit kwamen. En we speelden natuurlijk niet met 3 achterin en 2 hoge backs aan de zijkant. Die moesten we dan veel vrij krijgen, maar het lukte niet echt omdat hun heel zeg maar, teruggezakt speelde. En dat was een beetje moeilijk. Daardoor twee dagen wat onzeker gedaan. Dat viel gelukkig goed uit. Ja, en dan even over jouzelf. Je bent een eigenlijk van de sterkhouders bij Barendrecht. Hoe heb jij de eerste seizoen zelf ervaren? Ja, op zich best wel aardig. In het begin ben ik dan alleen al heel de voorbereiding geblesseerd geweest aan mijn schouder weer. Dat heb ik in het begin wel een paar wedstrijden gemist. Maar daarna ben ik wel sterk teruggekomen en weer teruggeknokt in het team en gaan we lekker de laatste week. Ja, en dan wat brengt het tweede seizoen zelf dan voor jou? Ja, ik hoop zoveel mogelijk te spelen en toch misschien nog een paar doekjes erbij. En zo hoog mogelijk kijken met het team. Ja, en wat is dan zo hoog mogelijk? Nou, als we zo door blijven gaan, proberen we wel bij de eerste 5 te eindigen. Dat is wel, denk ik wel een reële doelstelling. Nou ja, Jurk van Delen, ga er nog even van genieten en succes. Dankjewel.